De werkvolgorde. Controleer of de winkelhaak haaks is. Dit doe je door de winkelhaak aan een rechte zijde van een plank te houden en langs het blad zowel de binnen als de buitenkant af te schrijven. Wanneer je de winkelhaak omdraait, moet het blad juist passen tussen de afgeschreven lijnen. Controleer met de winkelhaak of het werkstuk vlak en haaks geschaafd is. Om de vlakheid met een winkelhaak te controleren, plaats je het blad van de winkelhaak op het te controleren vlak. Om met de winkelhaak tijdens het te controleren te verplaatsen, moet je hem telkens opheffen. Een vlak is vlak als het blad van de winkelhaak precies aansluit op het werkstuk. Om te controleren of twee vlakken haaks ten opzichte van elkaar staan, druk je de voet van de winkelhaak tegen een reeds bewerkt vlak. Dit noemen ze wel eens de basis- of het referentievlak. Daarna laat je de winkelhaak zakken tot het blad van de winkelhaak in aanraking komt met het te controleren vlak van het wegstuk. Een vlak is haaks als de winkelhaak op alle plaatsen aansluit en indien het vlak tevens vlak is. Probeer ten allen tijde tijdens de controle in het licht in te kijken. Zo kan je veel beter controleren. Controleer of het werkstuk op breedte en dikte geschaafd is. Vanaf het begin van het balkje zetten we een afscheidpunt met een onderlinge afstand. Dit is 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300. En 350. De 350 zal het uiteinde zijn van het balkje. Deze afschrijfpunten overhalen we nu met de winkelhaak tot aan de bovenzijde van het balkje. De afgeschreven lijnen gaan we nu ook overhalen naar de zijkanten van ons balkje. Dit gaan we doen tot op de helft van de houtdikte. De maat bedraagt 20. Arceer nu het gedeelte dat zal wegvallen. Bewonder je wegstuk en wees fier op jezelf.